Ja, weer een beursdagje doen. We zijn bij de chocoladeafdeling. Vind ik wel even leuk om te laten zien. Ik ben erachter wat echt de trend is. De laatste beursdag zit erop. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we zijn weer op de beurs met Eline. En met Stan. En we gaan weer een beursdagje doen. We zijn net binnen onze jas opgehangen. En deze hadden wij gisteren niet gezien en die vinden wij dan wel. Ja, het is weer heel druk, ja. Deze hadden wij gisteren nog niet gezien, maar dit vind ik dan toch heel mooi voor de high tea. Maar ik kan dat niet. Dus eigenlijk zou iemand dat gewoon op moeten pakken. Kijk iemand aan. Kijk nog iemand aan. Ik kan dat niet. Hoezo kan jij dat niet? Goed. Kun jij dat niet? Ja, ik zou dat wel kunnen, maar ik heb niet geduld voor. Ja, hoe mooi dat dit is. Een lasje moet je dan gemaakt worden. Jij kan dat, Eline. Ja. Mooi decoratietje. Dit zijn allemaal eigen gemaakte decoratietjes. Ja, ja, dan hebben we wel zo'n koepodempje nodig. Dan moet je even een koepodempje maken. En dan kun je het ook in gebakjesvorm gaan maken. Kijk, want hier zijn ze in gebakjesvorm. En hier zijn ze bonbons, die hebben wij wel zo. En nog meer gebakjes. En dan hier ijs. Door een rug. Oh, mooi vanilleijs. Heel veel vanille erin. Famos in karakter, hè? Zie je de pitjes in het vanilleijs? Er zit echt heel veel vanille in. Vandaag beginnen we eigenlijk een beetje met de koffiehoek. Want daar hebben wij gisteren alleen maar koffie gedronken en zijn we doorheen gelopen. En we zijn allemaal hetzelfde. Ja. Behalve Stan niet, die is geen koffie drinken, maar we liepen voorbij deze machientjes. En voor thuis zou ik heel graag een goede koffiemachientje willen. Maar het probleem is, je hebt vaak vaste wateraansluiting voor nodig en krachtstroom. En krachtstroom, zo'n ding staat altijd aan. Ja, dat kost gewoon heel veel energie. Dat is bij onze horeca ook. Want we hebben drie van die horecamachines, alle drie hetzelfde merk. Die staan altijd aan. Die hebben een vaste wateraansluiting, maar daar kun je wel de lekkerste koffie mee zetten. Maar hier hebben ze echt het apparaatje perfect voor thuis. Dus je bent dan echt de barista thuis, alles zit erop. Het opschuimen zit erop. Aan de andere kant is er eentje die aanstaat. Ja, misschien beter laten zien. En dan heb je hier echt een mooie filterdrager met alles gewoon wat klopt. Dus gewoon robuust. Alleen deze tafel is een beetje gammel, dus daarom ziet deze nou ook misschien. Maar het is echt heel stevig. Zullen we even naar die andere lopen? Er staat er eentje aan. En ja, doe de stoom maar aan. Stoom, heet water zit erop voor thee. En dan hier is, kun je denk ik niet wat knopje zitten eigenlijk. Oh ja, hier het hendeltje. Met hendeltje moet je het doen, ja. Oh, dat is eigenlijk ook wel leuk, want dan moet je gewoon lekker tellen totdat je hem. Ja, dan kan je kijk, precies dan lang doen. Ja. Dan doe je gewoon een timer zetten voor 30 seconden. Ja, of je telt of dat je kopje vol genoeg is. En er zit hierachter zit het waterreservoir. Maar ze zijn niet in Nederland verkrijgbaar. Er is geen dealer voor Nederland. Maar dan hebben wij natuurlijk Bas van EP in Oudenbosch. Ja, en die is weer handelaar en dit soort dingen. Dus wie weet komt er wel een samenwerking aan. Ja, en dan kunnen jullie allemaal in Nederland deze mooie machine kopen. Ja, jij bent ook een muts. Maar dan kun je wel die echte, voor de echte koffieliefhebbers een echte machine kopen. Ja, echt een goede voor thuis. Ja. Iedereen is deze slechte. Ja, dit is allemaal, het gaat ook altijd kapot en zo. Want ik zei al, mijn ouders en mijn broer die lopen altijd ook tegen hetzelfde aan. En dat is. Dus die zouden er ook wel eentje willen. Er zijn wel drie kandidaten die willen. Ja. En dan alle volgers, als die zijn spreken. We zijn bij de chocoladeafdeling en deze machine hebben wij ook. En zo'n lijntje hebben wij ook, alleen wij hebben een wat oudere versie. Dit is de nieuwste. Maar nou zien wij, ja, Stan zag dat. Daar ben ik dan heel blij mee dat hij dat ziet. We hebben hier van die hele kleine wieltjes zitten. En daar loopt wel eens vast. Maar dit ziet er echt veel beter uit.
Dus wat doe ik nou? Nou heb ik even appje gestuurd naar onze vertegenwoordiger zeg maar, in Nederland voor deze machines, hè, de leverancier. Dat hij die wieltjes ook heeft, dus daar gaan wij dan ook mee werken. Maar ja, dit loopt niet zo makkelijk vast zo te zien. Kijk hier, de chocolatier. Die laat ons nou misschien wel een bonbonnetje proeven. Puur chocola. Ja, is lekker toch? Misschien. Hoezo niet? Puur chocola niet. Wij staan hier in een stand. Dit is een beetje een toekomstdingetje voor Stan met zijn chocola. Hier hebben ze een spuitcabine voor cacaoboter te spuiten. Ze hebben het net even voorgedaan op dat beertje. Dit is eigenlijk een soort afzuigkap. En nu doen wij dat in de bakkerij in een doos, doen wij dat spuiten en dat geeft echt heel veel rook, ja. Daar staat heel de bakkerij onder rook. En met dit dingetje, dan, ja, die zuigt dan gelijk op. We kunnen dat gewoon kopen in Nederland bij onze leverancier van de chocolademachines toevallig. Terug in het potje. Laten zien. Iedereen kent de panettone wel, dat is dit brood en je ziet die dat ze op zijn kop staan. Er zijn natuurlijk, in Italië worden die dingen heel veel gebakken en die moet je dan omdraaien. En daar hebben ze deze karretjes voor in Italië. Can you show it? Kijk, dan komt er uit de oven, deze kar. En die panettone zitten allemaal vast met die ijzertjes. Met die pasta, yes, oké. Okay. En dan als het uit de oven komt, esci, forno, esci. Dan draai je dat om. En dan moeten ze zo afkoelen. Die panettones. Ja, dat is echt mooi. Thank you. Nou, hier is het mooiste koffiemachine van de beurs. Dit is echt een zesgroeper. Ja, dit is echt heel mooi. Kijk, even zo'n barista met een staartje. Nee, dat kan niet na 12 uur in Italië, hè? Cappuccino? Nee, na 12 uur is middags niet. Kan alleen bij het ontbijt. Kijk, plusje. Die heel kracht gaat van achter zitten. Zo. Café, een cappuccino? Doe even cappuccino. No, cappuccino. Un café, espresso. Yes. One. Reclame maken voor het merk. Iso. Kijk, en hier is die. Mandje café. Zo'n heel dik kopje. Dat wij vroeger ook. Ja. Want dan is dat kopje, daar staat dat op die warmhoutplaat naar boven. Dan voelt je koffie niet zo snel af. Dan pakken ze extra dik kopje. Ja, het is echt van die harde Italiaanse koffie. Sterk. Ja. Blijf een glaasje water bij leven. Ja, ik vind het wel heel lekker. Ja. Ook hier hebben ze broodje ijs. Dat hebben wij ook een keer gedaan. Een brioche broodje. En ik zie dat ze er een sausje op doen. Ja, ik wil er wel proeven. Ik denk dat ze de koffie op doen. Oh, dat denk ik ook, ja. En dan stracciatella.
Wat is de ice cream? Almond. Mag wel, maar niet. Ja, kijk, daar ligt koffie op. Dat is gewoon koffie, hè? Ja. Opa. Nou, wij gaan taste test. Staan we ook een stukje? Nee? Lekker. Lekker hoor. Lekker hoor. Ja, goed geloof je. Lekker hoor. Oké. Het is einde van de beurs. En voor ons, morgen is er nog een dag, maar dat gaan wij niet. En ik ben erachter wat echt de trend is. Ik zeg het net tegen Stan en Eline. Toen ik in de bakkerij begon, toen kwam een beetje het Franse stokbrood in Nederland. Een paar jaar later kwam de ciabatta. Nou, daar hoor je eigenlijk niks meer van, de ciabatta. Die maken we eigenlijk maar een heel klein beetje meer. Toen kwam de focaccia. En op deze beurs ben ik erachter gekomen wat er nu een trend wordt op het gebied van brood. En ik heb de naam ook ontdekt, want ik heb verschillende namen gezien, met de Pinza Romana. We hebben al op TikTok gekeken. Die gaan we maken. Dus vanaf volgende week weer op de bakkerij. Heel veel verschillende broodjes, het is zo lekker. Ja, het is zo lekker. Het is zo krokant. Lekker krokant, heel vet. Het is zo zacht van binnen. Ja. Mega veel olijfolie gooien ze erop, die Italianen. Ja, en een lekkere vulling. En het deeg duurt 48 uur. Dat het maar voordat het maar gemaakt is. Dus het is heel lang onderweg. Ja, en hier, hier zijn filmpjes. Ja, je maakt het dus eerst en dan doe je de bodembakken. Ja, de bodem kan je alles. En de bodem die doe je dan beleggen en dat doe je in de oven. Kijk, hier nog meer Pinza de Romana's. Pinza. Hello. Hello. Hi. Do you want a taste? Oh yeah. Please. Kijk, daar heb je een zoete met arbeid. Oh ja. Okay, can you sit the table and I prepare for you something? Perfect. Oh, yes. Nou, we zijn ergens beland weer met pizza. Ja, pizza, nee, pinza. Pinza Romana. Dit is echt zo geweldig lekker. Ja, dat hadden dus net gefilmd en ze zeiden van willen jullie proeven. Dat leek er ook op, hè? Ja. Ja. We hebben nog niet naar de beurs geweest. Ja. Dat vond ik wel lekker. Ja. Dat is echt heel lekker. Die is voor jou, Eline? Ja. Ik dacht dat die was een quadrature. Dat is pistache. Nee. Ik denk dat pistache is, dat mag maar niet, hè? Nee. Geen auto. De laatste beursdag zit erop. Ik ben heel tevreden. Ik heb het heel leuk gehad. Ook gewoon met natuurlijk met Sophie, maar ook met Stan en Eline erbij. Vond ik leuk. Ik hoop dat ze heel veel inspiratie ermee opgedaan hebben. We zijn in Italië, dus er zijn fonteinen natuurlijk. Nee. En het is windstil. Fonteinen. Ja, het is wel Italiaans, ja. Helemaal. In Rome heb je allemaal fonteinen en zo. En, nou, in een bos ook hoor. Nou, in een bos hebben we ook fonteinen. Dat is waar. Ja. Wij gaan file rijden. Jij? Ik, ja, nou jullie ook. Wij mogen zitten. Jullie mogen meerijden met de file. Het was echt heel geslaagd. Morgen hebben wij een dagje nog Rimini. En vanavond gaan we nog in een restaurantje eten. En Sophie heeft vanavond gegoogeld, eentje met truffelpasta, want dat vind zij heel lekker. Lekker wijntje voor jou. Lekker wijntje voor mij, ja. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden, zo wat wij meemaken hier op de beurs. En dat iedereen die kijkt een keer de Pizza Romana straks bij ons. Pizza. Pinza. De pinza's komt proberen. We hebben al de Pinza Mexico bedacht. Je mocht geen pizza zeggen. Nee. Pinza. Anders. Pinza Romana. Pinza. Dus daar komt nog wel. Daar ga ik nog wel een bakflixje over maken en zo over die pinza. Daar ga ik me helemaal in verdiepen. Daar heb ik heel veel zin in. Dit was, vond het echt heel lekker. Ja,
Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.